Kijk eens. Oh. Zie je ons daar staan? Ja, daar deze beneden, onder die rode tent. Daar zijn wij nu. Ja, ja. Oh, ja. Want kijk eens eventjes, het lijkt wel of heel Nederland gewoon in de ban is van bakken. Ja. Dus vonden we het ook tijd voor een heuse koffietijd bakwedstrijd in samenwerking met Koopmans. En André, ja. Jij hebt bij Heel Holland Bakt ja. Natuurlijk heel veel taart voorbij zien komen. Bij Heel Holland Bakt, ja, heel veel taart. Ja. Heel Holland Bakt, heel veel taart. Ja. Maar jij houdt helemaal niet van zoetigheid. Nou, dat is niet waar. Ik vind zoetigheid wel lekker, maar als je moet kiezen tussen een bitterbal en een taartje, ga ik voor de bitterbal. Voor de bitterbal? Ja, Vandaag wordt het heel veel taart, André. Ja, dat begrijp ik. Taart. Want we hebben namelijk 30 koffietijdkijkers uitgenodigd en die gaan strijden om de titel koffietijdbakker van het jaar. Nou, ze stonden vanochtend al heel vroeg op, dat zie je hier allemaal, in de bus om met die taart te zijn. Gelukkig zijn ze ook allemaal heel aangekomen, hè? Want dat is altijd zo'n dingetje op plaats met valt er nog één of zo. Nee, maar het is goed gegaan. Allemaal goed gegaan. Ja. En we hebben ook een hele heuse jury. En die is eigenlijk al druk bezig. Maar ik zie jullie nu niet bezig. We moesten hier staan. Jullie moesten hier staan. Maar jullie, dat begrijp ik niet goed. Want jullie moeten 2,5 minuut per taart hebben jullie uitgetrokken. Ja. Oké, we gaan snel even verder. Want waarom 2,5 minuut? Waarom? Ja, we hebben zoveel taart en je moet op zoveel dingen letten. Er wordt echt op heel veel dingen wordt het beoordeeld. Je moet hem doorslikken. Ja? En ik ben ook zo'n bitterbal type, dus ik ben ook qua zoetigheid wat minder. Oké, okay. Maar van de wijnproeverij. Ja. Ik ben ook van de taarten. En maar eet jij alles op? Uiteraard. En daarna ga ik in de sportschool wonen. Ja? Prima. Ja, dat lijkt me ook wel. Hey, Sarah, ga jij daar op letten? Nou, ik ga bij de jurering? Ja, ik denk vooral op de smaak. Op de smaak, echt. Dat er een goede balans is in alles. Ja, dat vind ik belangrijk. Oké. Volgens mij kunnen we maar beginnen. Laat mij ook. Ja, we zijn dus begonnen aan de eerste ronde van de koffietijdbakwedstrijd. En Saakje, wat was nou de opdracht voor vandaag? Nou, de opdracht was, of de uitdaging eigenlijk voor deze dag, is om een karakteristieke taart te maken. Dus die voor jou, zeg maar, is of die je altijd wordt gevraagd aan je familie, of wil je alsjeblieft die taart nog een keertje maken? Mm-hmm. Of eentje die je zelf lekker bij de koffie vindt om op te eten. En als basis wel belangrijk dat je of boerencake mix, of zelfrijzend bakmeel, of een appeltaart gebruikt. En dat moet een beetje ambachtelijk zijn. Ambachtelijk ook nog. Nou, dat is duidelijk. Ja, een hoop, hè? Me dunkt, maar het is wel duidelijk omkaderd. Want kijk eens, wat een heerlijke hoeveelheid aan taarten. En die ga jij allemaal proeven. Mm-hmm. En Paulien, welke heb jij gemaakt volgens mij? Deze stoofperentaart is van mij. Ja, een beetje herfstachtig, hè? Ja. Heel goed, ja. En waar ben je van uitgegaan? Van het zelfrijzend bakmeel. Aha. En heel veel stoofpeertjes zitten erin? Er zitten bijna 2 kilo stoofperen in. En nog iets anders ook? Port. Dus deze maak je niet voor de kleintjes, op de kinderopvang? Deze maak ik niet voor de kleintjes. Wat maak je wel voor de kleintjes? Oreo-taart. Oeh, dat vinden ze lekker. Dat vinden ze heerlijk. Ik ook. Succes. Tot volgende keer. Ja. En dan ga ik hier, Sanne. Ja. Ja. Heb je al geproefd, Saakje? Nee, hè? Nog wel. Ja, dus, ik zal nog even een hapje nemen. Ze heeft al geproefd. Ja. Wat denk je? Hoe keek ze erbij? Ja, ze zei er niet zoveel. Want jij hebt een red velvet taart. Ja, klopt. En wat wil dat zeggen? Dat het een rode taart is. Ja. En lekker zacht. Want velvet is natuurlijk fluweel. En dit is cream cheese frosting, dus dat is ook lekker zacht. Een hele zachte cream cheese kun je even testen hoor, dat is lekker. En maak jij, ik vroeg het net al eventjes aan Paulien voor de kinderen, maar, want zij zit in kinderopvang. En jij bent lerares Engels. Klopt. Maak je het ook voor je leerlingen? Nou, ik heb wel eens een keer brownies gemaakt en die zijn inmiddels een beetje beroemd. Dus daar wordt heel veel om gevraagd. Ja, dat vinden ze lekker. Ja. Ja, vind ik ook lekker. En hier wil ik ook van proeven. En dan ga ik, even kijken naar Marie-José, hè? Ja. Ook al van geproefd, is een hapje uit. Ja, er is wel een hap uit, ja. Maar het logo heb je wel, is mooi intact gebleven, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Heb je daar lang op geoefend, dat ons koffietijdlogo? Nou, dat ging eigenlijk toch redelijk snel. Dat viel me heel erg mee. Ja. Waar is die taart, deze mooie, prachtige, herfstachtige taart van gemaakt? Daar heb ik zelf rijst en bakmeel voor gebruikt. En voor de rest heel veel slagroom en heel veel chocola zit erin. Heel veel chocola. Heel veel chocola, ja. Nou, wat denk je? Maak je kans? Hoe keek ze? Nou, ik zie zoveel mooie taarten. Ja, het zijn allemaal mooie taarten en mooi en lekker, wat denk ik ook. Maar dit is wel mijn beroemde chocoladetaartje. Okay. Dus iedereen zei, deze moet je maken, Marie. Dus wie weet. Vandaar? Wie weet brengt het je weer verder. Ja, oké, dankjewel. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Nu zit er overal een stukje uit en dan zie je eigenlijk al de geheimen aan de binnenkant van al die taarten. Dus allemaal het een naar het andere geheim komt tevoorschijn. Hè? Ben jij allemaal lekkere chocoladetjes? Wat zit er bij jou in bijvoorbeeld? Zouten toffee met pinda's.
Ja, dat en zou candy toch, bars. Dat zou je toch niet verwachten als je zo van bovenaf kijkt? Nee, ik zie alleen chocoladeappel. Maar wat een bijzondere combinatie. Ja. Hoe kom je daar zo op? Nou, ik vind zout karamel altijd heel lekker, zeg maar, in mijn chocola en zo. En toen dacht ik, nou, laat dat gaan combineren met mijn appeltaart. Dat is een keer wat anders. Ja, natuurlijk. En hoe is die uitgevallen? Had je proefgebakken of niet? Ja, ik had proefgebakken, maar ja, ik vond hem eigenlijk heel erg lekker. De eerste is al meteen op en toen dacht je, nou, dan moet ik maar meteen de tweede maken. Ja, precies. Ja, logisch. Nou, ik ben heel benieuwd. De zaadje gaat heel erg letten op de smaak, dus die moet je maar een beetje in de gaten houden. Is goed. Ja? Oké. Eventjes naar Rezi toe. Rezi, ja. Vertel eens even, waarom heb jij je nou opgegeven voor onze bakwedstrijd? Nou, omdat ik heel graag bak. Eigenlijk is het ontstaan op het werk, omdat mensen zeiden... Het werk? Had ik op het werk. Wat voor werk doe jij? Ik ben verpleegkundige, begrijpbewaking. En daar dacht je dan, daar is bakken belangrijk? Nou, daar zei iemand van, ik had een keer wat meegenomen van... joh, je moet je opgeven voor heel Holland Bak. Dus daar heb ik ook ooit auditie voor gedaan. En nou dacht ik, nou, tweede kans. Tweede kans, nog een keertje. Maar moet je nou kijken? Ja. Dit is dan de tweede kans en dan maak je meteen ook zoiets. Ik ga hem ook even weer opendraaien. Ja, je mag is dit niet een gigantisch werk, dit? Het is heel veel werk. Ik ben gisteren iets eerder van mijn werk weggegaan om hem op tijd klaar te hebben. Gisteravond om 10 uur was die kant er klaar. Hoeveel uur was je ermee bezig? Nou, vanaf 3 uur. Zo. Dat doe je ook niet. Dit is en mijn keuken ga ik straks doen. Die is ontploft bijna. Nou, ik zie al dat er heel veel vorkjes bij liggen. Ja, dus het ziet er goed uit. Ja. Succes. Dilana, je bent de jongste bij ons. Ja, klopt. Hoe voelt dat? Ja, niet echt anders of zo. Nee. Nee. Maar wat een taart is dit? Vertel eens eventjes. Het is een cookies en cream drip cake. Dat houdt in de cake is met chocola. Ik heb een botercreme van Oreo cookies gemaakt. En een merengue schuif zit er nog tussen. Oh, ook er nog. Ja. Jeetje. En hoe vind je zelf het resultaat? Goed, ja. Ja, ik ben er blij mee, ja. Ja, precies. Maar er zitten zoveel verschillende dingen in. Ja. Hoe krijg je dat nou überhaupt allemaal zo bij elkaar qua keuzes met die smaak? Ja, ik heb zeg maar... mijn favoriet is de chocoladecake met Oreo botercreme. En ik dacht van, het is allemaal crème. Dus kan misschien, kan er nog wat iets knapperigs tussen. Een paar druppels. Ja, merengue dus. Yeah. En ik vond het zelf heel lekker en ik hoop dat iedereen het hier ook lekker vindt. Nou, ik denk dat het heel goed gaat. Er is al veel gegeten. Dus, en ik kom zo meteen ook al die taart en een keertje een hapje van nemen. Succes, hè? Dankjewel. Ja. Dus welke zei je nou? Moest ik... Ik vind het niveau echt, het is niet normaal. Ik weet niet, wat is het toch met dansen en zingen en iedereen kan taarten bakken nu ineens? Ja. En, maar is het suikergehalte goed hoog? Het suikergehalte, bij sommige taarten is het goed hoog en bij sommige is het precies goed. Ja. Inderdaad. Maar bakken kunnen de dames al. Ja, daar heb ik 4 jaar voor op school gezeten. Nou, dat zit dus ook niet meer. Kijk. Had je kunnen overslaan. En ben jij nu een beetje misselijk? Nee, nog niet. Kan je nog wel wat kan aan? Prima nog even. Ja? Ja hoor. Volgens mij wil jij ben nog getraind. Ja. Heb je de lekkerste al geproefd? Dat weet ik nog niet. Oh, dat is nog niet op. Nee, we zien het allemaal. Nou, we zien het zo. Zullen we jullie met rust laten? Kunnen jullie nog even doorproeven? Ja, lekker. Goed zo. Dan zijn we zo weer terug. Maar ja, ik heb inmiddels die voorkeurbehalte genomen. Ik heb van alles geproefd en het is allemaal ontzettend lekker. En het is niet te vergelijken met elkaar. Nou zag ik wel, Bo, dat heel veel mensen hebben stoofperen gebruikt. Jij ook, hè? Ja, ik heb ook stoofperen gebruikt. Ja? Natuurlijk typische herfstspecial. Mm-hmm. En wat ik heb gedaan is dat ik de stoofperen gekarameliseerd heb. En daarnaast heb ik ook nog de amandelen en de hazelnoot heb ik ook nog gekarameliseerd. En ik proef de kaneel. Ja, en heel in lekker. Het deeg zit ook nog bepaalde kruiden. Ik heb nootmuskaat erin gedaan, gemberpoeder en kaneel. Dus het is echt... Al je geheime prijs gegeven nu, hè? Dat maakt niet uit. Nee? Nee. Iedereen mag het weten. Nee, want het is gewoon fantastisch om te doen. En als je het in het recept doet, super lekker. Ik leg die vork weg, want anders blijf ik prikken aan alle kanten. Ik zie Kasper, die is ook al alleen nog maar aan het glimlachen. Nou, ze zijn bijna bij jullie, hè, meiden? Oké, dan ga ik eens even hier naartoe, naar Astrid. Want Astrid... Dit is wel een bijzonder mooi parmantig taartje. Ja, dankjewel. Wat voor taartje is het? Het is een uit 4 verschillende lagen. De onderste laag is carrot cake met noten en rozijnen. En dan een roomkaaslaag, een cakelaag, een sinaasappel bavois. En dan weer een roomkaas met geconfijte sinaasappelschilletjes. Je kon gewoon niet kiezen welke taartje ging maken, is dat het? Alle lekkere dingen bij elkaar. Ja, en toen dacht je ineens, hé, dit is weer een nieuwe. Ja. Doe je het altijd zo? Ja, probeer ik wel. Probeer lekkere smaken bij elkaar te combineren. Ja. Maar de carrot cake vinden ze meestal allemaal heel erg lekker. Mm-hmm. Alleen als ik hem zo in de normale maat maak, dan vinden ze hem vaak te zwaar. En nou is hij heel lekker licht.
Nou ja, je kan altijd zeggen tegen iemand, hey, je hebt geen excuus. Als je het ene niet lekker vindt, dan proef je het andere. Dan laag je maar gewoon, toch? Ja, hij is gewoon lekker. Ja, de auto's zijn allemaal verschrikkelijk. Je moet hem proeven. Ja, ik wil hem ook proeven. Ik ga hem ook proeven. Dan kan Loretta in de tussentijd doorgaan. Dan kan ik hier een vorkje in prikken. Ga jij maar proeven, inderdaad. Ja. Ik ga hier ook zo meteen weer proeven. Jullie hebben nu 29 taarten geproefd. Uh-huh. Elisabeth, dit is niet eerlijk, want jouw taart is dus de 30ste. En ze zijn natuurlijk hartstikke misselijk inmiddels. Ja, maar dit is de laatste en die blijft het laatst hangen. Best hangen. Dat is een hele goeie van je. Ja, want hoe staat het ervoor, dames en heren? Ik kan geen taart meer zeggen. Je kan geen taart meer zeggen. Nee, jawel. Er zaten echt hele verrassende... Ik heb echt heel veel respect voor al deze dames. Dat ze zulke leuke en lekkere taarten kunnen maken, toch? Ja. En hoe vind je deze smaken? Ja? Ik slik hem even door als je niet uitkent. Ja? Begin maar even daar. Hij is wel lekker Hij ziet er droog uit, maar dat is hij dus niet. Nee. Dat vind ik wel verrassend. Okay. En zelfgeraapte walnootjes hoorde ik. Dat vind ik ook leuk. En al inspiratie opgedaan misschien voor ons hier voor de komende weken. Ja. Komen ze de rest van het seizoen is klaar. Ik weet wel wat ik nu ga maken. Jij hebt zelf een microfoontje. Ja, dat hoeft helemaal niet. Oké, de jury moet ze gaan beraden. Wij gaan ons beraden. Prima. Het wordt een lastige klus, heb ik al in de gaten. Doe je best. Gaan we doen. Kom op. Ja. Ik hap nog net even die andere lekkere combinatiecake weg. Maar zometeen dan gaan we dus bekend laten maken welke 10 van deze ladies doorgaan naar de volgende ronde. Heb jij ook al zoveel geproefd? Is allemaal zo lekker? Ik heb er 10 geproefd. Ik ga nu in de break deze 10 doen. Ga die kant op. En dan gaan we na de uitzending ga ik die 10 doen. Och jeetje, ik ga het vorkje ook weer pakken. Ga ik die kant op. En dan in de break dan zijn we hier gewoon met Facebook Live. Dus blijf gewoon bij ons. Kan je ook allemaal zien wat er is. En misschien hoor je nog wat tips van hoe kan ik hem bakken en zo. Ben jij al begonnen? Ja, ik ga gewoon door. Ja, zometeen is er niks meer. Waar zijn de vorken? Waar zijn de vorken? Oh, daar zijn de vorken. Het is koffietijd. Welkom terug bij Koffietijd. Ik probeer me hier samen met Loretta heel netjes te houden. Maar in de tussentijd hebben we ongeveer al bijna 15 tot 20 taartjes mogen proeven. We zijn gestart met de eerste ronde van de Koffietijd bakwedstrijd. Nou, en ik zie dat de jury inmiddels klaar is met beraadslagen. Die zijn in conclaaf. En hier staan in de tussentijd 30 kandidaten te wachten op die uitslag. Kijk, zie je, ze zijn al heel snel klaar, denk ik. Dus even kijken hier. Wat denk jij eigenlijk, Diane? Denk je dat je een goede kans maakt? Ik hoop het wel. Ja, vind je het spannend? Of? Ja, heel spannend. Hoe belangrijk is het om te winnen vandaag? Nou, ik vind het alleen al een eer om hier te staan. Toch? Jazeker. Wou ik zeggen. Een van de 30. Iedere taart die hier is gewoon een kunstwerk. Ja, dat vind ik ook. En ik vind het ook leuk om te laten zien wat ik eigenlijk kan. Heb je al geproefd van je buurvrouw? Ja, die is ook heel lekker. Ja? Heb jij al geproefd van haar? Ja, heerlijk is die. Vooral die laag eromheen. Wat dan zo lastig is, vind ik, iedere taart is lekker. Ik heb ze ook allemaal geproefd nu bijna. Mm-hmm. Maar ze zijn allemaal zo anders. Je kan eigenlijk niet zeggen van dit is nou de enige echte winnaar. Hè? Ik zou het ook echt niet weten. Nee. Ze zien er allemaal zo mooi uit. Ja. Allemaal andere smaken. Ja. Nou ja, spannend. Pak een vorkje nog, kan je ook nog even aan de overkant zo meteen. Ja. Loretta, waar ben jij? Waar zit jij te prikken? Ik sta hier tussen twee zussen in. Ik denk dat je dat wel kan zien, hè? Jennifer en Patricia. Maar ze hebben niet dezelfde taart gebakken, allebei wat anders. Want wat heb jij gedaan? Een cashewnotentaart. Ja, lekker. Cashewnoten. En jij? Ik heb een worteltaart met noten. Zit het bakken een beetje in het bloed bij jullie? Ja, aan de kant van mijn vader, mijn oma was een baker. Dus baken heel veel taart en zo. Ja. Dus van die kant op heb ik denk ik die gebak. Ja. En is dit ook jouw specialiteit met name, deze taart? Ja, dat is echt een taart uit Curaçao. Ja? Die is bij alle feesten te eten, ja. Oh. En hoe reageerde de jury toen ze langskwamen? Lekker. Ook met jouw taart? Ja, lekker. En wat nou als een van jullie twee doorgaat? Is het anders? Kniezen thuis? Nee, echt niet. Nee. Dan zijn we blij voor die anderen. Okay. Ja. Nou, succes, ladies. Dankjewel. Ik ga even naar Marlijn. Oh, je bent hier al. Ja. Ik dacht dat ik nog een stukje moest doorlopen. Die ziet er mooi uit, Marlijn. Ja, een lekkere brownie taart met gezout karamel. Ja? En vleugje bourbon zit er doorheen. Ook alweer een beetje drank. Ja. En ook een beetje zout. Ja, dat is lekker bij karamel. Toch een beetje zoutkorreltje er doorheen. Ja, heerlijk. Net zoals wanneer je iets zurigs maakt, dan moet er ook altijd een beetje een suiker dingetje door. Jij houdt heel erg veel van bakken, hè? Ja, ontzettend. Hoeveel?
Ja, je lust en je leven? Nou ja, ik bak iedere week wel wat. Ja. Ja. En dan moet je het allemaal opeten. Of vrienden en familie blij maken met taartjes. Heel vervelend allemaal. Nee, nou, ja. Maar je bent zo slank. Ja, nou ja, ja. Ja. Eet je niet van je eigen taart? Ja, zeker wel, zeker wel. Maar ik eet hem niet helemaal op. Nee. Nee. Heel goed. Ja, dat zou mijn makker weer zijn. Ik zou ze wel helemaal ja, opeten. Toch? Heel goed. Nou, dames, succes. Nou, ik zie de jury is inderdaad alweer binnenkomen lopen. En jij zei al meteen van, god, daar zijn ze. Ja, dat is natuurlijk keispannend. Ja, hè? Ja, heel erg. Ja, toch wel, hè? Ja. Hoe reageerden ze eigenlijk op jouw taart toen ze deze proefden? Eigenlijk best positief. Toch wel? Ja. Hij was goed gerezen, dus ja. Dat was al heel positief. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat komen uiteindelijk. Ja. Want dit vond ik ook weer een heel lekker taartje. Wat denk jij? Ja, het is spannend. Het zijn allemaal mooie taarten, dus... Nou ja, ben benieuwd. Hou ons niet langer in spanning. Ja, ik heb de uitslag in handen. Wel allemaal mooie taart, ja. Jongens. Ja. Ja. Ik vind allemaal applausje. Ja. Applausje. Ja. Ja. Kijk, hoi. Okay. Hallo. En nou tussen iedereen 2 minuten. Zijn jullie eruit? Ja. 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 Iedereen een flink applaus kan geven. Is er veel discussie geweest? Hebben jullie... Zijn jullie het met elkaar eens? Nee. Oh. Ja, we hebben wel echt los van elkaar cijfers gegeven. Ja. Dus het was super lastig. Ja. Ook dan zei Jutje weer, denk ik, oh, wat was het ook weer? Hoe smaakt maar, het ook weer naar? Toch kwam het wel overeen. Ja. Hadden we een paar toppers? Ja. Zal ik ze gewoon noemen? Ja. Ja? De tien dames. Die doorgaan naar de volgende ronde. Ik begin met Sandra. Sandra. Marie-José, jij mag ook door naar de volgende ronde. Even kijken waar ze staat. Marlijn, gefeliciteerd. Debbie, we zien je ook volgende week. Een applaus voor Astrid. Mariska, waar sta je? Hey, gefeliciteerd. Nadine. Maar. Oh, wie is dat? En Diana gaat door naar volgende week. Het is gelukt, Diana. Het is allemaal gelukt. Mooi hoor. Groot applaus voor Racy. En last but not least, Anneke, jij mag ook mee naar volgende week. Gefeliciteerd. En wij ook gefeliciteerd. Dus dat betekent dat we volgende week 10 taarten gaan eten. Klopt, 10 taarten gaan eten. Maar dan kunnen we wat meer eten. Ja. En de spanning wordt natuurlijk ook nog groter. Want dan wordt de competitie nog harder. Dus wat dat betreft. Nou, oké. We gaan nog eten. Ja, ik ga het even ophalen. Casper, die vergeet gewoon helemaal zijn eten. Ik ben ook alleen maar in de taart. Kom maar, lepels. Kijk eens eventjes, Casper heeft natuurlijk ook nog dat hele lekkere hartige eten. Kijk eens, jongens. Ga dat lekker uitdelen. Moet je het nog uitleggen? Ja, dat komt wel. We zien het wel. Ja, toch? Je proeft het wel. En we proeven het wel. Het is iets met bonen. Vegetarisch.